zit hier met wethouder Boas Adank van de VVD. En we gaan het hebben over city marketing. Sinds zeg maar, ik denk een half jaar, is er een nieuwe overkoepelende organisatie ontstaan. Daarmee is eigenlijk een eind gekomen aan 109 jaar VVV in Breda. Wat kunnen mensen verwachten van de nieuwe city marketing organisatie? Nou, wat ik je graag wil laten zien is dat vorig jaar hebben verschillende organisaties de handen ineengeslagen. De VVV, een toeristisch fonds, de ondernemersfonds, de gemeente de Bredaanse evenementenorganisaties, die hadden allemaal een potje voor city marketing. Nou, de kans bestond dus dat we in Antwerpen 3 posters van Breda tegenkwamen. Iedereen begrijpt dat dat gewoon niet handig is. Nee. En wat zijn de doelstellingen? De city marketingorganisatie die heeft als doel Breda te promoten buiten Breda om meer bezoekers te trekken die meer besteden en die langer blijven. We willen dat er meer toeristenbelasting als hard inkomen. Dus in 2021 is er minimaal 5% meer toeristenbelasting binnengekomen. Nou, dat soort harde afspraken hebben we met de city marketingorganisatie gemaakt. Oké, effectiever. Veel effectiever, ja. Nou is het zo dat in het bestuursakkoord 500.000 is uitgetrokken voor city marketing. En 500.000 is uitgetrokken voor Breda brengt het samen. Valt dat allemaal onder die nieuwe organisatie? Nee. Nou, Breda brengt het samen, moet je denken dat het ook campagnes zijn. Die worden nu ook bijvoorbeeld gebruikt voor acquisitietrajecten om bedrijven naar Breda te halen. Ja. Die worden ook gebruikt om het verhaal van Breda verder vorm te geven. Nou, en je zal zien dat de bezoekers en de bewoners, vooral door de city marketingorganisatie, worden benaderd. De bollebozen en de bedrijven. Vooral ook nu nog door de gemeente. Er zijn natuurlijk een aantal pijlers, ook voor city marketing. De evenementen, sportevenementen, erfgoed, cultuur. In de begroting zijn er toch iedere keer weer aparte bedragen voor opgenomen. En ook zit het bij verschillende wethouders. Was het niet handig geweest om dat meer te integreren? Nou, wat je ziet is dat we wel met elkaar in gesprek zijn hoe we dingen beter op elkaar kunnen laten aansluiten. We zijn één college, we zijn één team en we zijn met elkaar zijn we bezig om de stad weer die stap verder te brengen. Ja. Dus we zijn wel met elkaar in gesprek over hoe kunnen we nou die programma's goed op elkaar laten aansluiten. Ja. Maar een doelstelling binnen cultuur hoeft niet per definitie een doelstelling te zijn die binnen het verhaal van Breda passen, maar hoeft niet per definitie echt één op één gekoppeld te zijn. Het kan ook hele andere doelstellingen hebben. Dus vandaar dat het nog steeds gewoon los van elkaar zit, maar we maken wel één plan en proberen die programma's op elkaar te laten aansluiten. Breda gaat meer inzetten op wat meer grotere evenementen of kleine evenementen die het verhaal van Breda in ieder geval vertellen. En andere evenementen die dat niet doen, vervallen of krijgen geen subsidie of ik weet niet precies hoe dat dan werkt. Mm-hmm. Maar hoe gaat dat dan? Want wie bepaalt dan welk evenement in dat verhaal van Breda valt? Stel ik ga iets organiseren. Mm-hmm. Hoe gaat dat? Wie bepaalt dat? Als gemeente verstrekken wij subsidies aan organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen. Dus dat is ook gewoon logisch dat je dat koppelt aan de doelen die je met elkaar vaststelt. Ja. Nou, het verhaal van Breda is er daar eentje van. We hebben inmiddels een hele set aan criteria georganiseerd voor evenementen en subsidies rondom evenementen. Is het bijvoorbeeld een heel innovatief nieuw evenement? In hoeverre draagt het bij aan de saamhorigheid binnen Breda? Hoe helpt het bij het trekken van meer bezoekers? Hoe helpt het bij de doelstelling het verhaal van Breda? Nou, zo zijn er een hele set aan criteria die we gebruiken om te beoordelen of een evenement subsidie verdient of niet. Oké, dus daar is niet zo heel veel in veranderd eigenlijk? Vooralsnog niet. Nee. Ik vind zelf het mooiste erfgoed eigenlijk wat we hebben, om even terug te komen op die pijlers, zeg maar. Het mooiste erfgoed dat we hebben, de KMA. Zou het niet mooi zijn om dat ergens nog te gebruiken om Breda te promoten? Ja. Ja, de KMA is daar een mogelijkheid voor? De KMA is een fantastische mooie locatie natuurlijk. Het kasteel van Breda. Ja. Dus als die open is, dan ga ik er zelf ook graag altijd eventjes naartoe. Heel imponerend altijd ook als er militaire ceremonies zijn, een aantal keer per jaar. Maar helaas, het is defensieterrein. Het is gewoon de opleiding van defensie. Ja. Volledig in gebruik, het staat dus niet leeg. Dus wij zullen het moeten doen met het feit dat het gewoon een gebruikt overheidsgebouw is. Waar we helaas maar een aantal keer per jaar op mogen. Ja, toch jammer. Ja. Ja. Maar we hebben nog zoveel mooie dingen natuurlijk. Ja. Hè? De grote kerk, de grote markt. Er zitten heel veel mooie pareltjes. Als je de historische kilometer loopt, dan kom je zoveel mooie stukken tegen in Breda. Dus niet alleen voor de KMA zou ik naar de binnenstad komen, maar ook voor alle andere dingen. Ja, nee. Ten slotte, hoe ziet over 10 jaar Breda eruit met betrekking tot toerisme?
Dan zijn we nog steeds beste binnenstad. Ja. Nog steeds beste binnenstad. Ja. We staan nog steeds in de top 5 van leukste stedentripjes, maar dan ook internationaal. Ja. Dus ook dat meer internationale bezoekers mogen Breda weten te vinden om hier gewoon te verblijven. Want ik ben zo trots op mijn stad, dat wil ik graag laten zien. Ja. En laat ze dan ook gelijk een leuk hemdje kopen en een nachtje in een hotel blijven. Ja. Oké. Ja, en die trotsheid, want dat is eigenlijk ook, was volgens mij een motie van de PvdA waarin ook... Werd gevraagd aan het college om te zorgen dat Bredaarna's trotser op hun stad zouden zijn. Toch? Of niet? Ja, de Bredaarna is een trots. Is heel erg trots. Ja. Er zijn er zoveel die stiekem die grote kerk op hun borst getatoeëerd hebben. Ja. We moeten alleen niet te bescheiden zijn om het aan elkaar te vertellen. Maar ook gewoon laten zien naar buiten dat we erg trots zijn op deze stad. En dat het de moeite waard is om hier een keertje langs te komen. Okay. Nou, hartstikke goed. Bedankt voor het interview. Dankjewel. We zitten hier in het Oude Stadhuis, in de kleine trouwzaal met Ines den Oude, woordvoerder vanuit de PvdA over cultuurbeleid in de stad. Je hebt op 8 november een motie ingediend over city marketing en over iets wat je daar graag bij wil zien. Kun je aangeven wat voor jou belangrijkste kernpunten waren uit die motie? Die motie die heet Breda brengt het nu echt samen. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat city marketing, cultuur en evenementenbeleid en ook het verhaal van Breda, echt samengebracht moet worden. Alles wat ik nu heb gezien qua plannen voor city marketing, denk ik van nou, ik zou het fijn en mooi vinden als dat breder getrokken wordt. Dus ook met cultuur en evenementen erbij. Je vindt dat nu toch te veel uit elkaar losstaan? Nou ja, ik heb zoiets van, je hebt fantastische evenementen zoals Breda Foto. Dat is ook gelijk een cultuurding. En daar kan je ook mooi gebruik van maken om city marketing op uit te voeren, ja. Of de stad te verkopen, laat ik het zo zeggen. Toevallig vind ik Breda Foto best een mooi voorbeeld van hoe het goed loopt. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld cultuurzaken, bijvoorbeeld in de wijken, zijn die wel genoeg in beeld. Maar ook interessante organisaties zoals bijvoorbeeld De Stilte of Podium Bloos of Electron. We gaan nu toe naar een nieuwe city marketeer. Jenny Bos moest afscheid nemen. Als we kijken even in de breedte, wat is city marketing dan voor jou? Of wat moet het Breda gaan bieden? Ik was een paar maanden geleden was ik bij de plannen die ook Jenny Bos had gepresenteerd. En dan denk ik, er worden een aantal leuke evenementen eruit gehaald, zoals Betoveren Breda. Maar dan denk ik, maar er is zoveel meer dan dat. Ja, jouw motie focuste op een aantal zaken. Allereerst wilde je dat inderdaad die verbinding er was tussen cultuur, city marketing, evenementen. Bredanaars moesten zich weer meer tevreden over de stad gaan voelen. Het moest naar 7,5 toe als rapportcijfer, hoorde ik. Ja. Is dat een wezenlijk onderdeel wat nu onderbelicht is, vind je? Nou, als je ziet dat de waardering van de inwoners van Breda minder wordt, dan maak ik me daar zorgen over. Okay. En dan is het eigenlijk meer van, hoe komt dat? Onderzoek dat en zorg dat dat omhoog gaat. Ja. Want als jij, dat vertelt Janine Bos ook zo van, ja, als de inwoners het belangrijkste zijn, ja, dan moet je zorgen dat zij eerst tevreden gaan zijn. Ja. Want vaak is cultuur wel een ding waar mensen blij van worden. Ja. Dus als ze te weten te vinden dat je niet alleen hier een lekker biertje kan drinken met lekkere bitterballen op de grote markt, maar dat je ook ergens in de wijk een leuk bijzonder evenement of in de Belkrum kan krijgen. En de mensen worden daar blij van. Dan denk ik dat jij een goed visitekaartje weglegt. Ja, het derde element was inderdaad cultuur. Ondernemers uit de stad. Die vind je nu nog niet zo heel erg zichtbaar. Nee. Aan wat voor soort cultuur ondernemers moet ik dan denken? Nou, ik kan me best voorstellen dat je hebt hier Sint-Joost. Er verblijven hier veel mensen. Dus allerlei ondernemerschap. Je hebt hier hele kleine, leuke winkeltjes. Nou, probeer dat te promoten. Ja. Doe daar iets mee. Ik denk echt creativiteit in al zijn algemeenheid. Ik denk, daar moet je op zoek naar gaan. Van hoe creatief is Breda en wat kunnen we daarmee? Ja. En hoe kunnen we dat dan verbreden? En hoe kunnen we nog zorgen dat die ondernemers blijven in Breda? Ja. En dat ze het hier naar hun zin hebben. Zodat er een soort iets ontstaat waardoor we groter worden en nog meer onderscheidend en ten opzichte van de andere steden. Ja, nou, je motie is ook aangenomen, dus een meerderheid van de raad was het wel met je eens in dit oogpunt. Ja. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Ik spreek met Peter Bakker, fractievoorzitter van GroenLinks.
City marketing, is het een modegril of is het bittere noodzaak? Wat vind jij? Nou, ik denk aanprijzen wat je in je stad hebt, wat de mensen daar doen, dat is van alle tijden. Dat is gewoon een hele goede zaak. Maar met zo'n lange zoektocht, een heel duur bureau erbij, eigenlijk had je al dat geld al kunnen doen in gewoon dingen doen en onder de aandacht brengen wat er mooi is in Breda. In plaats van uitvinden wat je bent en een nogal gekunsteld verhaal. Gewoon maar doen. Wat moet je dan doen? Gewoon echt reclame, wat mij betreft. Ja, dus je moet echt wel marketing doen dan. En we hebben best veel, de hele kunstsector, de cultuursector, sportsector. Het zijn nou niet de sectoren waar het geld over de plinten klotst. Die hebben heel vaak het geld nodig voor het evenement zelf. En weinig geld om iets onder de aandacht te brengen buiten de stad. En ik kan me voorstellen dat we dat gewoon veel meer doen. En daar wat geld, als je toch geld in dat soort dingen stopt, daar ook wat voor meegeven. Maar, want dat is city marketing in feite. Ja. Vind je dat nu te weinig gebeurt dan? We hebben eerst de hele ombouw van de VVV naar de city marketing organisatie gedaan. Met een goede basisinfrastructuur. Dat stond in de stijgers. Tot mijn grote verrassing kwam daar eind vorige raadsperiode een niet zo goed onderbouwd plan. Nou, eigenlijk een slecht onderbouwd plan. Geen doelen, geen cijfers. Geen uitwerking, wat gaan we ervoor doen? Moesten we allemaal naar vragen in die sessies. En ja, dat werd bij een fix aantal partijen onder coalitiedwang door de strot geduwd. Terwijl, nou, toen hebben ze dus op dat moment ook nog een hoop geld gekregen. En met het nieuwe bestuursakkoord weer een hoop geld erbij, tot mijn verbazing. En ik vind dat nu echt tijd wordt om met elkaar te bespreken van welke doelen willen we halen, hoe gaan we die meten, hoe doelmatig moet het zijn en welke doelen willen we bereiken. Maar jullie hebben bij de begrotingsbehandeling een tegenbegroting gemaakt. Ja. En daar hebben jullie ook wat gezegd over city marketing. Voor GroenLinks zijn op het moment heel andere noden veel belangrijker voor de stad. Wij vinden echt heel belangrijk dat iedereen goed mee kan komen in Breda, punt nummer 1. En heel kort daarna, of op hetzelfde niveau, hebben we allerlei zorgen over duurzaamheid. Het klimaat zien we veranderen, soortenrijkdom loopt terug. Vinden wij de belangrijkste punten. Wij willen zorgen dat je daar geld voor houdt. En als je dan zoveel geld nog weer eens bovenop een city marketing organisatie en de city marketing als geheel gaat doen, want Er is extra. In het bestuursakkoord is een extra plus weer afgesproken. Nog niet helemaal precies waarvoor dat nou is, of dat nou voor de city marketing organisatie is of voor de city marketing als geheel. En ik kan me heel goed voorstellen, en dat was ook de strekking van de motie die we deden, dat je veel meer gaat kijken van als we het goed doen op dat punt, dan verdient het zichzelf terug via toeristenbelasting. Maar misschien ook wel via meer omzet bij horecaondernemers, detailhandel. En kun je wat terugverdienen via een baatbelasting of een ondernemersfonds. Moet ook voor een deel van de partijen komen die het grootste belang hebben. Dat er meer aanloop van buiten is. Want dus inderdaad GroenLinks, wat maakt jullie trots op Breda? Nou ja, het mooie erfgoed is wat, maar ook alle mooie dingen die Breda'naars doen. Op cultureel gebied, sportief gebied, noem maar op. En we hebben volgens mij ook ontzettend mooi buitengebied waar we heel weinig mee doen. We dreigen het ook nogal eens prijs te geven aan andere dingen als het benutten voor recreatie, toerisme en noem maar op. Als je volzet met plantenkassen of met bedrijventerreinen, dan wordt het toch een beetje minder interessant. Er is iets van Breda in het midden van een groen park. Ja. Is dat iets wat jullie echt aanspreekt? Nou, we hebben bijvoorbeeld wel gepleit in ons verkiezingsprogramma destijds Brabant heeft landschappen, je hebt nationale landschappen. Zo zou je ook zo'n soort label kunnen hangen op een paar echt hele mooie gebieden die Breda heeft. En daar veel meer werk van maken. Zo hebben we de landgoederenzone in de Haagse Beemden. Dat is helemaal niet zo bekend. Dat weten mensen van buiten de Haagse Beemden vaak al niet eens te vinden. Nou, echt een fietstocht waard om daar eens een zondagmiddag te gaan kijken en wat te doen. En daar wordt allemaal niet zoveel gedaan mee nog op het moment. Maar daarom is city marketing toch ook ontzettend leuk. Je raakt enthousiast wat je zou kunnen doen. Ja. Dus city marketing is ook natuurlijk een ontzettend leuk vak. Ja, nou, dat zei ik in het begin al. Van, natuurlijk wil je vertellen waar je trots op bent in de stad en de dingen die al mooi zijn en de dingen waar mensen trots zijn op in de stad. En dat is gewoon doen en niet te lang blijven hangen in een verhaal bedenken. Niet te veel de strik, maar echt gewoon dat wat je hebt en dat goed houden. Oké, dankjewel.